Nou, wat hip-hop voor mij persoonlijk betekent, is dat hip-hop me eigenlijk een manier heeft gegeven om te bewegen in een grote stad als persoon van een divers culturele achtergrond, waarbij ik met mensen van alle lagen in de samenleving kan levelen. Dat eigenaarschap over mijn eigen ontwikkeling, dat heeft me zoveel gebracht. Hip-hop betekent heel veel voor een heleboel jongeren. Als je energie in iets stopt en vervolgens resultaat krijgt, kan je dat op alles toepassen. Dus eigenlijk leren mensen hier, los van hip-hop, ook gewoon life skills en heel veel zelfvertrouwen. Wat ik heel vaak zie, is dat mensen denken vanuit hun eigen kader en niet vanuit de jeugd. Dat zij graag willen zenden, maar te weinig luisteren en te weinig om zich heen kijken. Wat ik aan beleidsmakers zou willen meegeven, is dat ze gaan luisteren naar de straat. Kijk nou eens wat er gebeurt in de haarvaten van je stad. Daar zijn juist die pareltjes.